Ik wil het vandaag hebben over wachten en verwachten. En toen zei Anja van, hebben we daar vorige week zondag ook niet over gehad. Dus ik moest even nadenken. Ik denk van, dus ik ging even kijken. Ik denk, ja, de titel was toen ook wel wachten op, volgens mij. Even kijken hoor. Ik heb het opgeschreven. Oh, vol verwachting was vorige week de titel van de preek. Dus ik had heel even gekeken, is er nou allemaal gras van mijn voeten weggemaaid? Want bij mij gaat het altijd zo, als ik ga preken, dan krijg ik altijd van God op de een of andere manier door waar ik het over mag hebben. En ik weet niet, ja, dat gaat bij mij altijd, ik denk dan van, goed, ik moet preken, waar zal ik het over hebben? En dan is het vaak iets van poef, en dan heb ik iets in mijn hoofd zitten. En dan ga ik daarover nadenken en nou, meestal gaat het dan door. Ook heel soms gaat het daarna weer een andere kant op. Maar iedereen die heeft zo zijn eigen manier hoe die met God praat, hoe die van God dingen doorkrijgt. En ik had wel wachten en verwachten gekregen. Dus, en ik had daar een bepaald idee bij. Dus ik ging nog heel even die preek van Jonathan nakijken. Want ik wist natuurlijk ongeveer nog wel waar het over ging, maar ik wist niet meer precies waar het over ging. En toen Jonathan die had het over Jezus in de tempel gehad, de voorbereidingen voor Advent, hè, derde Advent. We zijn inmiddels bij de vierde Adventszondag. En Jonathan zei toen van, dit is de laatste normale zondag voor de kerst. Nou, dit is natuurlijk ook nog een zondag voor de kerst, want morgen is het pas kerst. Maar ik wou het wel met jullie hebben over wachten en verwachten, maar dan toch even net even anders als Jonathan. Dus zie je het dan maar als een soort tweeluikje. Dat heb ik dan niet zelf gemaakt, maar Jonathan is mij daarin voorgegaan. En ik wil eigenlijk nog een stapje terug doen. Als je de Bijbel leest, sta ik heel hard of ik hoor mezelf redelijk hard, maar als je de Bijbel leest, dan zijn christenen mensen die verwachten. In het Oude Testament, daar zag men uit en profeteerde men over de verwachte. We weten denk ik allemaal over wie we het hebben. Het Nieuwe Testament, het woord testament betekent verbond. Het Nieuwe Verbond is gesloten met de gekomene, met Jezus. Maar ook hij is, nadat hij hier zijn koninkrijk heeft gevestigd, weer opgevaren. Waardoor we nu weer wachten op de gekomene. Nou, zo zie je, ja, christenen zijn mensen die wachten en verwachten. Nou, we zien nu allemaal weer uit naar zijn tweede, of sommige derde komst, maar in ieder geval nadat hij weer terugkomt naar het einde der tijden. Dat aan wordt gekondigd in de Bijbel. En dus eigenlijk de hele Bijbel is één groot adventsverhaal. Nou ja, Jonathan heeft ons dan meegenomen naar het decoreren van ons huis. Ik weet niet of de mensen die er toen waren, hij had toen een koffer bij zich, legde hier toen een slinger neer en er kwamen lampjes op. En die lampjes werden aangestoken. Nou, dan weten jullie het vast wel weer. En we zagen uit, we decoreren ons huis. We zien toen naar het licht dat in de wereld is gekomen. En nou ja, ik dacht van goed, waar ga ik het dan hebben? Want ik heb het ook over wachten en verwachten. Maar mijn preek die gaat zeg maar over de periode daarvoor. Want als je in de Bijbel kijkt, dan wachten we. Dan staan er heel veel verhalen in waarin behoorlijk wordt gewacht. En ik denk dat ik met mijn recht daar best wel over mag preken. Want als we het over wachten hebben, dan kan ik jullie best wel vertellen dat hier een ervaringsdeskundige staat. Ik heb drie vrouwen thuis. En ik kan jullie zeggen, ik ben echt een ervaringsdeskundige in het wachten. Ah. Al gebied de eerlijkheid mij te zeggen dat ik ook wel eens op Roma moet wachten. En als ik nog eerlijker ben, dat ze ook wel eens op mij moeten wachten. Dus ja, wachten, hè, we doen het allemaal. Als ik aan wachten denk, dan moet ik altijd aan het openbaar vervoer denken, aan de bus. Nou, als je rijdt, dan... je ziet altijd, ik heb ook wel met openbaar vervoer gereisd. Misschien, dan weet je wat wachten is. En nou ja, wachten kun je ook wel verschillend beleven. Wachten kun je zien als een tijd die je moet overbruggen. Je wil ergens naartoe, je hebt het einddoel, je hebt iets moois in zicht en je moet erop wachten. En
Nou, ik heb niet overlegd, maar mijn oudste dochter, die als die ergens op ging wachten, dan ging ze, toen ze nog klein was, ging ze dan zitten. Want nou ja, ze moest wachten op het mooie wat ging komen. Ze moest een soort tijd overbruggen. Dat is heel erg grappig. En andere mensen, die vullen die tijd juist weer heel erg. Die hebben voorpretten. Als je aan vakanties denkt, dan denk je aan nou ja, voorpretten. Die wachten niet op die vakantie. Nee, die gaan dan nou ja, uitzoeken. Wij zijn afgelopen zomer zijn een keertje naar Amerika geweest. Nou ja, dat was een dikke voorpret bij ons thuis. Want dan werd gekeken, wat gaan we allemaal doen? En reisgidsen erbij en gebeurtenissen. En ja, er werd van tevoren werd het allemaal al besteld. En nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben niet zo heel erg van de voorpret. Dat is niet echt mijn ding. Dus dat, maar andere mensen die vinden dat weer helemaal geweldig. Nou ja, als je aan voorbereidingstijd denkt, dan heb je het bijvoorbeeld ook over een kinderkamer klaarmaken. Als je in verwachting bent, dan ga je de kinderkamer klaarmaken en dan, nou, dan krijg je nesteldrang. En dan moet alles, als je vrouw, dan moet alles klaar. Nou ja, dat zal vast wel bekend voorkomen. Nou, en als je naar de Bijbel kijkt, dan kom je meer bij dat derde punt uit, bij de voorbereidingstijd. En nou ja, de Bijbel is, zoals ik al aangaf, in mijn voorbereiding gedeeld in twee gedeeltes. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En het Nieuwe Testament, daar is dus de verwachte gekomen. En het Oude Testament staat vol met profetieën en met beelden die vooruitwijzen naar de gekomene. Nou, denk dan bijvoorbeeld aan de offerdienst. Als je aan de offerdienst in het Oude Testament denkt, waarin mensen dus nou ja, de handen op bokken legden, geitjes slachten. Dat was allemaal vooruitzien naar Jezus. En profetieën, nou, denk aan Jesaja, denk ik, dat de meeste mensen heel snel te binnen zullen als ze naar de kerst gaan. Ja, dan denk ik inderdaad ook wel aan de kerst, waarom weet ik niet precies. Maar dan kom je heel snel inderdaad van, nou ja, profetieën die vooruitzien naar Jezus' komst. En nou ja, dan denk je van oké, het Oude en het Nieuwe Testament, maar die staan echt in verbinding met elkaar. En ik vind dat heel mooi om te zien dat het Oude Testament in verbinding staat met het Nieuwe Testament. Dat het allemaal aan elkaar hangt. Nou, in Genesis 3, daar staat het proto-evangelie. En dat moet ik even uitleggen, want ik heb ooit een keer een studie gegeven. Dat was helemaal in het begin. Ik studeerde theologie en ik was in Alkmaar. En ik had samen met de voorganger gaven we een studie. En ik mocht het eerste deel schrijven. En die had ik daar gegeven in de gemeente. En toen noemde ik dat het proto-evangelie. En toen was er iemand die zei, ja, dat vind ik een beetje ver gezocht. Hoe kom je daarbij? Ik was nog best wel jong, dus ik wist er ook niet precies antwoord op. En nou ja, de voorganger die stapte natuurlijk in en die legde dat even voor me uit. Maar toen dacht ik van oké, dat is misschien wel goed om dat heel even uit te leggen. Het proto-evangelie, hoe kom je daar dan bij? Misschien goed om heel even te lezen. Genesis 3, vers 15, daar staat: en ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorselen, en u zult het de hiel vermorselen. En tegen de vrouw zei hij: ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Dat tweede stukje hoort eigenlijk niet helemaal bij het proto-evangelie, maar ik heb hem er wel heel even aangekoppeld. Eigenlijk Adam en Eva die vielen in zonde. En God die kwam in de hof en die zegt, waar zijn jullie? Nou, ik weet niet of jullie het verhaal, meesten zullen het verhaal kennen. Ze hadden blaadjes om zich heen gereigd. Ze waren erachter gekomen dat ze naakt waren. En dan opeens dan gaat Jezus, God die zegt tegen hun, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. En nou, daar heeft hij het natuurlijk over de slang. Hè, en het nageslacht van de slang, de duivel en zijn engelen. En de vrouw die staat dan voor het volk en voor het nageslacht van Jezus en voor de christenen later. En dan zie je eigenlijk dat hij gelijk al een soort vooruitblikje geeft. En dat zal u de kop vermorselen en u zult het de hiel vermorselen. Dus hij weet al wat er gaat gebeuren. Nou, hij weet al natuurlijk, hij kan in de toekomst zien, dus hij weet al van nou, dit gaat er gebeuren. Dus God had zijn plan had hij al klaar. En de mens had er een puinhoop van gemaakt. God die weet al wat er gaat gebeuren. De overwinning staat vast. En als je dan kijkt in het Nieuwe Testament, daar zie je ook dat in Openbaringen, daar krijgt Johannes de profetieën. En daar zie je eigenlijk dat ook weer uitgebeeld. En dan wordt de slang wordt weergegeven als een draak. Dat staat in Openbaringen 12, vers 1 en 2.
Daarom heb ik dat laatste stukje trouwens van Genesis er ook bij gepakt. Met de pijn zult de kinderen baren. Daar staat in Openbaringen. En er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw, bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in baresnood. In haar pijn om te baren. En dan gaat in vers 17. Dan slaan we een klein stukje over. En in vers 17 gaan we dan verder. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht. Die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Eigenlijk hier zie je de vervulling ook van wat er eigenlijk in Genesis al wordt aangekondigd. Nou, die vervulling is natuurlijk Jezus die op aarde is gekomen. En die op een gegeven moment ook moest vluchten. Jezus moest op een gegeven moment ook vluchten naar Egypte. Als je het verhaal doorleest. Nou, we komen nog met de kerst. Dus ik wil er niet te veel op de kerst vooruit lopen. Anders ga ik misschien gras voor de voeten wegmaaien. En dan krijg ik allemaal boze blikken van Michel. Oh, ik krijg een zegen van Michel, zie ik. Dus het komt goed. Zo kan het ook in ons leven zijn. Hè? Wanneer ons dingen overkomen waardoor we stil worden gezet, dan kunnen we dat als verloren tijd zien. Je moet wachten, verwachten. En je kunt het als verloren tijd zien. Je kunt ook een hoop ellende overkomen. Maar er kunnen natuurlijk ook mooie dingen in je leven gebeuren die je voorbereiden. Je kunt als ellende je baan kwijtraken. Je kunt ziek worden, overspannen worden, waardoor je wordt stilgezet. En dan breekt er een tijd van wachten aan. En God brengt geen ellende in ons leven om ons te laten wachten. Maar hij geeft altijd weer de mogelijkheid om hier een getuigenis van te maken. Om ons voor te bereiden op de dingen die nog gaan komen. In Romeinen 8, daar staat... God laat... daar staat Romeinen 8, 28... Daar staat dat God alle dingen laat meewerken ten goede. En dat, soms zie je dat vaak achteraf. Het is vaak niet zo als je iets meemaakt en denkt, oh, dan gaat God meewerken ten goede. Nee, vaak als je terugkijkt op de gebeurtenissen in je leven, dan zie je dat God er iets moois van heeft gemaakt. Dan zie je dat God dat heeft gebruikt of kan gebruiken. Maar dat heeft ook met je houding te maken. Van ja, wil ik mij laten gebruiken? En al deze levenservaringen, daardoor bereidt God ons voor op nieuwe dingen. Ik had de preek bijvoorbeeld ook voorbereiden kunnen noemen. Ik heb hem nu wachten en verwachten. Maar ik kan hem ook voorbereiden kunnen noemen. Omdat het in de tijd dat je wacht en dat je verwacht, bereid je je ook voor. En dat wachten, dat hoeft niet iets passiefs te zijn. Je hoeft niet inderdaad te gaan zitten van, nou, ik moet deze tijd even doorkomen om bij het eindpunt te komen. En als je kijkt naar... God houdt van voorbereidingen. God houdt van voorbereidingen. Nou ja, als je aan de kerst denkt, dan denk je natuurlijk over aan Jozef en Maria en de engelen, of en de herders, en de engelen die bij de herders kwamen. Maar al maanden daarvoor ging God aan het werk om dat voor te bereiden. Hij ging een ster aan de hemel zetten en wijzen, of dat nou astrologen waren, weten niet precies wie dat waren. En sommigen zeggen dat ze uit Babel kwamen, wijzen uit het oosten, die zagen een ster. En dan, wat je dan ziet in onze tijd, als je erover gaat lezen, is dat mensen proberen dat dan altijd te gaan begrijpen. Hè? Wat is dat dan? En dan zie je dat in 6 voor Christus, daar stonden Jupiter en Saturnus, die stonden in één lijn, waardoor dat dan wat groter leek. En zo heb je anderen die zeggen weer van, het was een komeet. Nou ja, kometen die stonden vaak in die tijd voor onheil, dus dat lijkt me niet handig dat ze dan denken dat er een koning is geboren. Als je dan gewoon naar de Bijbelverhaal gaat kijken, en dan zie je dat op een gegeven moment komen de wijzen komen in Jeruzalem. En dan hoort Herodes, dan gaan ze naar Herodes toe en dan vragen ze waar de koning is. Ze gaan natuurlijk naar de koning toe, dus gaan ze de koning vragen van waar is nu eigenlijk de nieuwe koning geboren. En als je het verhaal kent, dan weet je dat Herodes die had zoiets van, is er een nieuwe koning geboren? Nou, daar moet een stokje voor steken. Dus dan moeten die wijzen na tijd weer bij hem terugkomen, hè, om aan te wijzen waar dan de koning is geboren, zodat Herodes hem kan doden. En God heeft natuurlijk ingegrepen. In ieder geval, de wijzen die trekken dan bij Herodes vandaan en die zien... En dan komt die ster weer tevoorschijn.
Nou ja, het is niet zo dat hij dan weg was. Ik denk dat het bewolkt was en dat de wolken hemel weer opentrok. Maar dan zie je eigenlijk daar zie je eigenlijk hetzelfde verhaal staan als het volk wat door de woestijn strok. Er staat van, je kan het al even lezen, Matteüs 2 vers 1 en 2 staat dat. Er staat, toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden, waar is de koning van de Joden die geboren is? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Dan slaan we een stukje over en dan gaan we naar vers 9 en 10. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. En toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. Dus ze zagen de ster even niet en toen zagen ze de ster weer. En nou, de ster ging hun voor. En dat doet mij aan de wolk en de vuurkolom denken van toen het volk door de woestijn ging. Want ik denk als de ster heel hoog ging, dat hij dan precies boven... Je ziet wel eens een keer in tekenfilms of zo, dat er dan een ster boven de herberg staat. Dan komt er zo'n licht naar beneden, die wijst echt de herberg aan. Nou, ik denk persoonlijk niet dat het zo ging. De ster ging hun voor. En als dat een natuurlijk verschijnsel was van sterren op weet ik hoeveel grote afstanden, lijkt me dan een heel moeilijk verhaal. Dus ik denk dat je hier rustig een goddelijk voorbereiden in mag zien. Nou, belangrijke gebeurtenissen in de Bijbel worden vaak voorafgegaan door een periode van rust. En ook vaak aan een mindere periode in het leven. De voorbeelden die stapelen zich op als je de Bijbel doorleest. Nou, als je aan Mozes bijvoorbeeld denkt, die was opgegroeid aan het hof van Farao. Nou, die was misschien op weg om onderkoning te worden of koning. En nou ja, die sloeg dan een man van Farao dood en die moest vluchten. Als je het verhaal kent. Nou, die was daar best wel lang daarna herder. Op zijn 40ste deed hij dat. 40 jaar lang is hij herder geweest. En op zijn 80ste werd hij dan weer door God geroepen. Ik denk, wat voor periode van wachten is daar wel aan te pas gekomen. Ik denk bij Mozes, die had niet eens verwacht dat hij door God werd geroepen. Ik denk dat hij er helemaal geen rekening mee had gehouden. Maar God heeft hem voorbereid. Hij heeft hem niet voor niks aan het hof van Farao laten opgroeien. Of hij heeft dat in ieder geval gebruikt. En er gebeuren niet alles wat in je leven gebeurt, wordt voorbereid door God, maar God kan het wel gebruiken. En zo is dit ook gebruikt. Jozef die vond zichzelf wel heel veelbelovend. Die had een mooie jas gekregen. En die zat op te scheppen tegen zijn broers. Zie mij, jullie gaan... Ik heb gedroomd. Nou ja, je weet hoe dat afliep. Die broers vonden dat niet leuk. Gooiden hem in een kuil, verkochten hem. Nou ja, en dan, nou ja, net als je denkt dat het niet erger kan, dan komt hij toch weer tot bloei. En dan komt hij bij Potifar en dan wordt hij de hoofdslaaf daar. Maar ja, dan laat die vrouw van Potifar zijn ogen op hem vallen. Nou, en dan klimt hij weer op, komt weer onder de zegen van God. En nou, gaat hij toch weer onderuit. En als je in de gevangenis zit, ja, dan kan ik me goed voorstellen dat Jozef dacht van, ja, dit is het. Dit is het einde. En nou, dan zie je toch dat hij liet de moed niet zakken, ging God dienen. En God heeft hem weer gebruikt. Hij is zelfs onderkoning geworden in de gebeurtenissen daarna. Nou, ik denk als je je hart daar zo op richt, je zal niet gelijk onderkoning worden zoals Jozef. Maar ja, God kan je wel gebruiken, zoals de Romeinen zegt. God kan alle dingen laten meewerken ten goede. Nou, en dat brengt ons ook weer bij ons eigen leven. En sommigen kunnen hiervan getuigen door jarenlange ervaring. Als je wat ouder bent, binnenkort hebben we getuigenissendienst. Dan hoop ik ook weer heel veel getuigenissen te horen in het nieuwe jaar. Van alle mooie dingen, wat er met ons is gebeurd. En ja, God bereidt je voor in je leven. En soms zie je dat pas achteraf. En ook niet alles doe je omdat je weet wat er in de toekomst staat te gebeuren. Als ik aan mijn eigen leven denk, we zijn getrouwd en op een gegeven moment, ik denk dat we zo'n 3 jaar getrouwd waren, toen we naar Noord-Holland gingen.
Nou ja, ik weet nog dat ik was toen een gereformeerde jongen. Ik had helemaal niet het gevoel dat ik heel erg met God praatte. Maar ik weet nog dat ik toen tegen God zei van, nou ja, als dit en dit gebeurt, dan moet ik gaan. Ik had het in de Bijbel gelezen, dat was wel mooi. Hè? Je kon God wel om een teken vragen. En dat gebeurde helemaal niet. En toch sprak God toen tot mij van, je moet het wel doen. En ik weet nu achteraf niet meer precies hoe dat ging, maar ik weet nog dat ik zeker wist dat we moesten gaan. En uiteraard hadden we het daar met z'n tweeën over en het was best een grote stap. We zijn Anje is geboren in Zuidwolde en we woonden daar. En toen gingen we naar Noord-Holland en we hadden daar een koophuis en we konden daar eerst nog niet in. We moesten eerst naar Julianadorp, helemaal bovenaan in Noord-Holland, vlakbij Den Helder. En nou ja, we hebben daar zo'n 10 jaar gewoond. En dan zie je, dan ga je daar bezig en dan de dingen die je daar gedaan hebt, daar heb je ook met een bepaald plan voor in je hoofd van, nou, misschien dat ik dat en dat ga doen en toch gaat het dan allemaal anders lopen. Ik ben toen theologie gaan studeren, ik had zoiets van, nou, ik wil misschien voorganger worden, maar er kwamen dingen in mijn leven waardoor dat niet doorging, dus ik heb dat toen aan de kant gelegd. Ik ben gaan lesgeven bij Agape en nou, dan zie je toch, God gaat het later weer gebruiken. Ik ga dit jaar lesgeven bij Cleansing Stream. Dat is een onbekende cursus. Dat gaat dit jaar, ze hebben de naam veranderd naar Stromen van Leven. Nou, dan zie je dat zeg maar, God gebruikt dingen in je leven. Je bereidt je voor. En dat weet je niet van tevoren dat God je zo gaat gebruiken. Maar als je hart is van gebruik mij, dan gaat God je gebruiken. En het kunnen ook minder leuke dingen zijn die God je gebruikt. Als gemeente komen we ook uit een lastige periode. En de afgelopen tijd zijn we best wel stilgezet en hebben we ons voorbereid. En je ziet nu dat er weer een hele mooie beweging komt. Het wachten en het verwachten heeft nu al zijn vruchten afgeworpen en gaat in de komende tijd ook zijn vruchten afwerpen. En wat verwacht je daarvan? En hoe is je hart? En dat brengt ons ook bij ons eigen leven. Waar is hij mee bezig in jouw leven? Ben je jong? Zit je nog op school? Ben je aan de studie? Nou, zie dat als voorbereidingstijd. Gewoon op wat God kan komen. Of wat God kan doen in je leven. En dat hoeft helemaal nog niet dat je kunt zeggen van dit gaat God doen. Maar wees je ervan bewust dat wat je doet, dat God het later kan gebruiken. Je wordt door God gebruikt en gevormd. En hij gaat dat later meewerken ten goede. Misschien ga je door een rottige periode in je leven. Misschien zeg je zelfs wel, ik zie het helemaal niet meer zitten. Ik ben ziek, ik ben werkloos, ik ben beschadigd. En mag God dat gebruiken? En hoe is je hartgesteldheid? Mag God dat gebruiken als een getuigenis later? En mooie en minder mooie dingen gebeuren. En houd je het vertrouwen op God, net als Jozef, die tot 2 keer toe dacht van, ik klim er weer uit, onderuit ging en toch zijn vertrouwen hield op God. Onderkoning zou je er waarschijnlijk niet meer worden, maar God kan jou gebruiken en hij kan je getuigenis gebruiken. Want hij laat dingen meewerken ten goede. Ik stel voor om een moment te nemen om na te denken waar God mee bezig is in jouw leven. Wat hij gedaan heeft, de afgelopen tijd, de mooie dingen, de minder mooie dingen. En dan het ook bij God neer te leggen. Van hoe kan God dat gebruiken? Bied je God ook aan om dat te gebruiken. Om dat om te draaien naar iets moois. Het is goed om daar even over stil te zijn. En dan, als we stil zijn geweest en we hebben gezegd van, je weet van, oké, dit is God aan het doen in mijn leven. Om dan ook met mij in gebed te bidden dat God dat mag gebruiken. Dat God dat mag omkeren ten goede, de slechte dingen omkeren ten goede en de goede dingen mag gaan gebruiken voor in jouw leven of misschien in het leven van andere mensen. En dan zou kunnen, voor degenen die dat dan willen, die mogen dan gaan staan en die kunnen dat met me meebidden. Ik wil eens het moment van stilte geven.
En als we willen gaan staan, degenen die dat willen, zal ik een gebed met jullie bidden. Ja, Vader, wachten en verwachten. Voorbereidingstijd. We komen bij u, Vader. Omdat wij wachten en verwachten voor wat u gaat doen. Vader, u kent ons. U kent ons leven. Zoals het liedje zegt, u kent ons zitten en ons gaan. Vader, ja, u weet waar wij doorheen gaan in ons leven. Mooie dingen, uitdagende dingen, pijnlijke dingen. Vader, we leggen het bij u neer. We leggen de gebeurtenissen in ons leven, wat ons is overkomen, waar we mee bezig zijn, de dingen die wij in eigen kracht doen. Vader, we leggen alles voor u neer. En we bidden ook uit dat we dit ook als voorbereidingstijd willen zien. We hoeven dat niet passief als wachttijd te zien. Vader, we leggen het bij uw kruis neer. En we vragen u, ja, maakt u er wat moois van? Vader, u kent ons leven, u kent ons hart. U kent alles wat wij gedaan hebben, waar we doorheen gaan. En Vader, u hebt het grote plaatje. Wij kijken vaak tegen de bergen op. U zweeft daarboven als een arend en u ziet wat wij niet zien. U ziet de mogelijkheden die wij niet zien. Vader, daarom vragen we, komt u in ons leven? En neemt u de gebeurtenissen, neemt u de mooie dingen en de minder mooie dingen? En wilt u dat omkeren ten goede? Of wilt u dat gebruiken ten goede? Vader, zodat wij ook mogen voorbereid zijn op de komende tijd, op wat gaat komen, op waar we naar uitzien. Vader, we zien al uit naar het licht wat straks komt in de wereld met de kerst. Dat we ook vanavond en morgen gaan gedenken. Vader, ze mogen ook uitzien naar wat u gaat doen in ons leven. Het licht wat u gaat brengen in ons leven. Ook als we nu door een donkere periode gaan, dan mogen we weten, u brengt licht in ons leven. U bent het licht, Vader. En u zult ons uit het donker halen en in het licht brengen. U heeft ons een nieuw hart gegeven. En daarom mogen wij dat hart ook weer aan u geven. De gebeurtenissen aan u geven. Vader, we leggen alles voor u neer. We kunnen zo weinig uit onszelf, Vader. We hebben uw hulp daarbij zo hard nodig. Vader, we prijzen uw naam voor wie u bent. We prijzen u omdat we weten dat u met ons meegaat. Dat u ons aan de hand neemt. Dat u door de donkerste periode onze hand vastpakt. En soms ons zelfs optilt. Om, waar wij zelf niet verder kunnen, om dat zo met ons mee te gaan. Vader, hier zijn wij. Hier zijn wij met ons gebeurtenissen. En we bieden ons aan, Vader, zodat u er wat moois van kan maken. En we zien uit en we wachten en we verwachten en we zien uit wat voor moois u allemaal in ons leven kunt doen. En we prijzen uw naam. Amen. Waardevol Leven Gemeente brengt mensen voort die zijn gefundeerd in genade, gedreven door liefde, geleid door de geest en gericht op de grote opdracht.